Ik ben dus opgegroeid met een fijn christelijk gezin. En ik heb altijd gezien door mijn ouders heen en als voorbeeld van hun hoe het is om mee te bouwen in een gemeente. Ze namen ons altijd als kinderen mee in de gemeente waar we toen zaten. En ik, als jongen van 18 of 17 zat ik al snel met vrienden in de achtertuin met de vuurkorf en liedjes te zingen en een bijbeltje open in plaats van wat je vaak van anderen hoort. Mijn leven ging er een beetje anders aan toe. Ik kom niet uit een christelijk gezin. Ik ben als kind jaren misbruikt. Wat ervoor zorgde dat ik eigenlijk in mijn tienertijd heel veel bevestiging zocht. Dus heel veel vriendjes gehad. Depressie volgde en nog meer bevestiging nodig. Ik kreeg een vriendje en na 4 maanden raakte ik zwanger. Dus op mijn 19e werd ik moeder. En ja, het waren jaren wat gewoon leeg was. Echt heel leeg. Tot ik een collega die christen was ontmoette. Hoe hij met dingen omging, dat was... Daar verlangde ik ook naar. Ik bedoel, hij had ook tegenslagen en weet je, hij hoefde er niet alleen doorheen. En dat was wat ik ook wilde. Nou, op een gegeven moment ben ik gaan studeren in Rotterdam en toen ben ik gaan wonen in Soest. En dat is wel dicht bij elkaar, dus ik dacht van nou, dat komt goed uit. En achteraf kom je erachter van waarom dat is en daar ontmoet je je lieve vrouw. En wij zijn al snel samen zijn we gaan trouwen en zijn we in doorbrekers terechtgekomen. En vanaf eigenlijk dag 1 had ik zoiets van, nou, daar wil ik zijn. Dat is iets waar ik betrokken bij wil raken. En ik ben begonnen bij het opbouw. En uiteindelijk op het podium terechtgekomen als drummer. Maar ja, op dat moment heb je nog niet door dat je gelijk, of dat er nog heel wat aan je houding veranderd moet worden. En al snel kwam de kerstnachtdiensten toen dat jaar aan. En er waren toen 4 drummers en 2 die stopten ermee. En eentje die had aangegeven dat niet te willen spelen op een kerstnachtdienst. Dus eigenlijk had ik het idee van, joh, dat ben ik degene die dan mag spelen op het podium. En dat is iets wat je natuurlijk heel graag wil. En toen kwam er vanuit een andere hoek ineens een andere drummer aanzetten die nog helemaal niet mee had gespeeld en nog niet op het podium had gestaan. En eigenlijk voor de meesten onbekend waren. Dus dat, ja, dat deed iets bij mij. En alles in mij schreeuwde van, hey, hoe kan dat en waarom? En ik vond dat ik het recht had om daar te staan. En dat heeft wel echt wel een tijdje gekost om daarmee te dealen. En ik weet dat Clementine mij regelmatig de spiegel voorhield van, joh, waarom wil je daar zo graag staan? En wat is de reden dat jij verwacht om daar te zitten? En dat proces heeft mij wel absoluut geleerd om na te gaan van waarom doe ik dingen en waarom wil ik op het podium staan. Is dat voor mijn eigen ego, omdat ik het leuk vind, omdat ik gezien wil worden? Of is dat om te kunnen dienen in het huis, om mensenlevens te kunnen zien veranderen? Dat is iets waar ik nu een kick van krijg. Wij zitten nu 7 jaar in doorbrekers en de eerste 4 jaar, 3, 4 jaar zag je mij echt niet. Ik wilde echt helemaal niks doen. Na de dienst was ik gelijk weg en Manuel begon met dienen. Eerst inderdaad bij opbouwen en toen drummen. En het is eigenlijk begonnen bij een home. Op een gegeven moment vroeg iemand ons om te komen eten. Nou, oké. Ik had het idee dat het in scène was gezet om mij daar te krijgen, maar dat deed ik. En van daaruit, door die connectie met mensen, ben ik op een gegeven moment steeds meer gaan doen. Ik wilde op een gegeven moment ook echt de keuze maken van, oké, ik ga ervoor. Ik wil ook dienen, dus toen ben ik... Bij Welkom gegaan en toen heb ik me opgegeven voor Church Builder. En nou, toen is eigenlijk mijn leven zo veranderd. Ik ben op een gegeven moment, zijn we homeleiders geworden en van daaruit eigenlijk steeds meer gaan doen. Nu op donderdag op office zit en heel erg aan het meewerken ben om te kijken van wie zitten er in Amersfoort, waar kunnen we helpen, hoe krijgen we de mensen geconnect. En wat ik nu gewoon echt wil is mensen laten zien dat de dingen die je in je leven meemaakt, dat je daar gewoon, weet je, God heeft ons overwinnaars gemaakt. Weet je, het zijn processen waar je doorheen gaat, maar weet je, God is niet de oorzaak, maar Jezus is wel de oplossing. En ik denk dat we met elkaar dit mogen uitspreken naar elkaar en dit mogen laten zien aan elkaar. En dat is waarom ik de gemeente mee wil helpen bouwen. Ik wil gewoon dat iedereen ziet dat je heb niet een leven van verslagenheid, maar we zijn een kroon op zijn schepping en we zijn echte overwinnaars. Ja.